Deze plek in Breda Noord was een tijdje geleden het toneel van een aantal hardnekkig vervelende hangjongeren. Dat waren er een stuk of 13. Volgens de buurt terroriseerden ze hier de boel. Ze zijn weggestuurd. Hun ouders hebben een brief gekregen, gesprekken met de politie. En te horen gekregen dat als ze hun jongens niet in het gareel krijgen, dat er hardere maatregelen komen. Zoals dat ze het huis uitgezet kunnen worden. Nou, dat zijn geen halve maatregelen, zeg. Nee, dat klopt. Wij proberen hier in de buurt, zeker nu, de overlast tegen te gaan. Geldt niet alleen voor de hangjongeren. Het gaat erom iedereen die niet meewerkt of niet aan de regels houdt, aan de huurovereenkomstregels. Die gaan we toch maatregelen tegen treffen. Wat betreft de hangjongeren komt het precies hetzelfde neer. Jongeren gedragen zich niet. Ouders worden aansprakelijk, worden verantwoordelijk gehouden voor hun gedrag. Hetzelfde als visite zich niet gedraagt. De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk, dus de ouders ook. Wij gaan dus op gesprek bij deze ouders nog een keer. Zij krijgen nog een keer een brief van de advocaat Tomlo, landelijk bekend overlastadvocaat. Mocht dit niet werken, dan gaan wij pas over tot ontruiming. Dus dat doen we niet zomaar, dat doen we hartstikke zorgvuldig. Het zou hier eigenlijk een leuke plek, hier zouden kinderen moeten spelen nu. Dat klopt, en je ziet het, verlaten, 's avonds wel activiteiten en niet de activiteiten waarvoor het eigenlijk gebouwd is. Omwonenden hebben er ook last van, daarom kijkt de gemeente en andere instellingen ernaar van hoe kunnen we dit wel in goede banen leiden? Kunnen we het begeleiden? Kunnen we het hier laten staan? Moeten we het verplaatsen? Als we het verplaatsen, waar dan naartoe? He, dat het wel goed begeleid kan worden, waar er wel controle op is. Dus we moeten echt heel goed kijken van willen we dat nog wel hier. We zijn hier aan het bouwen, we zijn met een aantal projecten bezig voor de jongeren, voor toch wat ouderen. Dus we zijn hier erg hard aan het werk met z'n allen. Zij liegt niks. Wat zeg je? Nou kom eens dan, vertel eens dan. We doen niks voor ons. Nou kom dan eventjes, om het te vertellen. We doen helemaal niks voor onze jongeren. Nee, maar wat moeten ze dan doen? Maar kom even hier dan, vertel het even. Misschien kunnen we er wat aan doen. Ja, schiet ook niet op natuurlijk. Jammer. Dat was een van de jongeren. Ja. Maar, niet meer on speaking terms dus. Nou, dat proberen we toch te zijn met de ouders. De ouders, als ik er zo naar kijk en het ook terug hoor, dan willen de ouders wel meewerken op misschien 1 à 2 na die het wel moeilijk vinden. En zeggen van, goh, het is niet mijn verantwoording, maar die van de maatschappij en van de politie. Ik denk dat de verantwoording bij ouders beginnen. En zo kunnen we verder gaan kijken wat we voor die jongeren kunnen doen. Maar als zij tegenwerken en bezig blijven, ja, dan zullen er maatregelen getroffen worden en geen halve maatregelen. Het gaat ook om jongeren van in de leeftijd van 8 tot 14 jaar, waar we ons grote zorgen over maken, die 's avonds om 9, 10 uur nog op straat rondlopen. En daarvan hebben we dus nu gezegd, van ook met een aantal partners, we willen een aantal initiatieven gaan nemen op dat punt. Dat betekent dus dat we zeggen van nou, we hebben een paar coaches, een paar stevige kerels, die gaan de straat op met een aantal jongeren die gewoon graag mee willen doen. En dat betekent dat die jongeren een dagbesteding krijgen. Dat betekent elke dag, van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds, lopen ze met die coaches over straat en gaan ze gewoon de boel een beetje in de gaten houden. Maar wel onder leiding natuurlijk van die coaches. Nou, wat de bedoeling dan is, is dat die jongeren weer wat een structuur krijgen in hun leven. En dat ze dus worden begeleid naar school of naar een baan. Hè? En dan moet je dus denken, dat zijn eigenlijk de wat oudere jeugd is dat. Dat zijn jongens in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Nou, en de bedoeling is dat die jongens, dat die hun jongere broertjes op straat gaan aanspreken. Dan zie je jochies rondlopen van 8 jaar 's avonds op straat. En dan die coach is er natuurlijk bij, die is heel belangrijk. Spreken die kinderen aan op hun gedrag. Nou, dat proberen we eigenlijk dus voor elkaar te krijgen. En daarvoor is dus nu een plan ingediend bij een onafhankelijke commissie die daar geld voor heeft. Dus ja, we hopen dat dat doorgaat. In februari weten we dat, maar dat zou een prachtig project zijn.